Goeiedag. U wenst hier te biechten te komen over de voorstelling Een Old Monk? Nee. Ik vond het ontroerend vaak, omdat ik vind dat je ergens ziet wat voor een danser hij vroeger wel... Of ik stel me daarbij voor dat hij vroeger een hele goede danser was. En op zich heeft hij de moves nog steeds. Maar het heeft zoiets ontroerend. Ik moest toch ook vaak aan mijn grootvader denken. Niet dat ik hem ooit heb zien dansen. Maar ik stel me dan voor dat hij zo wel zou dansen. Ja. Ik vond dat er ook heel veel power in zat. Zo die heel erg... Ja, die jazz voor mij... nog benadrukten of zo, dat vrije gevoel en toch iets duidelijk en krachtig erin. Zo. Ja, het kwam echt van diep, hè? Ja, ja. Ja, en ik... De muziek, de voorstelling is eigenlijk opgevat, Jos de Pauw speelt de voorstelling als een muziekpartituur eigenlijk. Ja. En de muziek die gespeeld is dus wel van Thelonious Monk. Er is een lied waarin Charles Mingus vertelt over zijn moeder. Dat ze niet van jazzmuziek houdt tot ze Thelonious Monk hoort. Met de dans van Josse de Pauw, die de ongecontroleerde bewegingen erin vond ik erg mooi bij het thema ook wel aansluit. Zo, die worsteling met het ouder worden. Ja. De worsteling vind ik wel mooi, dat u zijn dansen een worsteling noemt. Ja. Ja. Ongelooflijk, de opening van de voorstelling, wat een spanning dat er opgebouwd wordt. Hij staat dan achter dat scherm en ik zag al zijn benen bewegen. Ik zeg, is hij nu nerveus? Inderdaad. En die muziek is bezig, hij is zich aan het opladen en dan komt hij naar voren. En dat duurt zo lang. En ik zeg, nu moet hij komen en dat blijft duren. Hij blijft erachter staan. Maar dat werkte goed, die spanning werd opgebouwd en dan begint hij te dansen. Ik vond het geweldig om hem te zien dansen met zijn log lijf. Het klinken van scherpe en zoete klanken, dat is jazz. Jazz is ook de bus nemen terwijl je liever in een helikopter zou moeten zitten. De Concorde fantaseren wanneer je met fucking Ryanair vliegt. De brief van je beste vriend een schoon vrouw vinden en daar van alles bij fantaseren. Jazz is uitglijden en doen alsof het een dance move is. Bij momenten was ik een beetje soms teleurgesteld in de tekst, in die zin, ik vond de tekst heel eenvoudig, heel gewoon, maar dan dacht ik, ja, hij geeft gewoon meer plaats aan de muziek, hij stelt zich meer ten dienste. Ik ben een enorme fan van de drummer. Ja. In eerste instantie, maar van de rest ook. Enorme fan van? De drummer. De drummer, ah ja, veel mensen wel. Ja. Ja. Geweldig. Ja? Geweldig. Ik zit heel graag in een kot. Ik vind het zeer aangenaam. Zeer aangenaam. Ja, ik kan hier echt mezelf zijn. En dat komt door? Omdat ik hier mezelf kan zijn. Ah ja, en u bent? Mezelf. Uzelf. Zeer goed. Maar ik heb zijn voorstelling Weg. Die heb ik denk ik 3 keer gezien, ja. Bij heel veel jaren ertussen. Ja. Het is een beetje dat procedé. Alleen is de tekst nu veel eenvoudiger en krijgt de muziek meer, komt de muziek meer op de voorgrond. Ja. En misschien ter afsluiting deze vraag nog. Vindt u dat Jos de Pauw iemand is die de jazz belichaamt? Ja, hij heeft wel echt al in zijn lijf zitten. Dat vind ik wel, dat voel je wel. Ik vind dat ook. Ja. Ja. Goed, oké. Dank u wel, hè. Ja, jij ook, hè? Ja.